Wij zijn Zo en Mark. En wij zijn van jullie, of van de Kooi Edelsmeden in Vlissingen op de Walstraat. En zijn Henk en Inget zijn met pensioen gegaan. Die zijn begonnen in de Scharminkelstraat en toen doorgegroeid naar deze winkel in de Walstraat. En hebben de winkel doorgezet. En dat is ontzettend leuk. We hebben het personeel meegenomen. Dus we zijn eigenlijk verder gegaan met hetzelfde team, in hetzelfde gebouw en met dezelfde trouwe klantenkring die er al was. Wat we verkopen in de winkel, nou eigenlijk verkopen we nog hetzelfde als wat het altijd is geweest. Dus Henk en Inget zijn het ooit begonnen, die zijn allebei edelsmid. Dus die zijn, het is van origine een edelsmederij, dus die maken sieraden. Dus mensen komen heel veel of met herdenkingssieraden of trouwringen maken of van iets moois maken. Zeggen, nou, ik heb dit en wil ik gaan aandenken voor maken, dus hoe kan ik dat maken? Het atelier achter met heel veel reparatiewerk, dus mensen komen met sieraden om te repareren of om hele nieuwe dingen te maken. En daarnaast hebben we een hele grote collectie in de winkel, gewoon met leveranciers uit Duitsland, Nederland, Spanje, met gewoon sieradenmerken. En een hele uitgebreide collectie horloges daarnaast voor verkoop. Het ondernemen in Vlissingen is bruisend, omdat... Ja, ik denk dat je ziet gewoon dat het heel erg aan het groeien is. De ligging is ideaal. Je zit aan het strand, dit is het centrum. Dus ik denk dat we over een paar jaar dat Vlissingen gewoon echt een hele grote speler zal zijn. Binnen de Nederlandse markt ook. Daar heb ik in ieder geval zeker vertrouwen in. Anders zouden we hier niet zitten. Dan zou ik Utrecht niet verlaten voor Vlissingen. Zeker niet. Ja. Ik denk echt wel veel toeristischer, commerciëler ook wel. En wel weer de groei ook qua mensen hier, dat je ziet met nieuwe, met heel veel nieuwe woningen die gebouwd worden en wat hier allemaal naartoe komt. Dat daardoor ook niet alleen het toeristische stuk, maar ook het wonen hier in de buurt, dat in Zeeland op zichzelf al wel zal groeien. Dus dat daar alleen maar meer zal worden.